Maar zo positief wel, het is donderdagochtend rond 7:45 en vanmorgen vroeg is er een brand gaande in Volendam bij een supermarkt. En de brandweer heeft geadviseerd om de deuren en ramen te sluiten. En ja, dus hebben de brand gecontroleerd laten uitbranden. En ook de dichtstbijzijnde Chinees restaurant is de brand overgeslagen. Dus dit is even kort het nieuws in Volendam, brand en, onder controle in de supermarkt in Volendam. En dichtstbijzijnde Chinees restaurant is de brand overgeslagen. Later meer over de details en wellicht de oorzaak van de brand. Tot de volgende keer.